In de recente ophef rondom de vermeende brulfilmpjes en kreunapjes van Matthijs van Nieuwkerk lijkt de geloofwaardigheid van Euskanakjool een deuk op te lopen. Er zijn verschillende uitspraken over de reden achter zijn publieke lijken confrontatie met Van Nieuwkerk hebben voor de nodige verwarring gezorgd en collega Angela de Jong geeft nu de genadeklap. René van der Gijp voegde vorige week nieuwe informatie toe aan het al smeulende vuur, bewerend dat er oud dwd redacteuren zijn die beschikken over belastend materiaal, waaronder apjes naar vrouwen. Deze onthulling zou pas naar buiten komen als Matthijs weer op televisie zou verschijnen. Angela de Jong reageerde in haar column, twijfelend of Euskan Akyol en de betrokken oud-redacteuren zo blij zouden zijn met deze informatie. Echter, volgens Akyol zelf staat alles wat hij beweert gewoon in de krant. Hij verwijst naar artikelen waarin het bestaan van een wraakgroepje met belastend materiaal wordt bevestigd. Maar hier komt Angela de Jong om de hoek kijken en berist haar collega, het dat heeft veel geschreven over de kwestie Matthijs, maar toch echt niet dat er een wraakgroepje zou zijn dat acht jaar aan materiaal heeft verzameld, waaronder appjes naar vrouwen. In de admedia podcast benadrukt Angela de Jong dat ze geen berichtgeving heeft gezien waarin het bestaan van een dergelijke groep wordt bevestigd. Ze bekritiseert Akio voor zijn onhandige aanpak van het hele gebeuren en wijst erop dat het bewuste filmpje van Matthijs uiteindelijk niets meer was dan een fragment uit een oude DWDD-documentaire. Een onthulling die Eus zelf niet kende, volgens hem. Manuel Venderbos de podcasthost en mediajournalist Dennis Janssen zijn het eens met Angela, er is geen enkel bewijs in de kranten voor het bestaan van een wraakgroepje met belastend materiaal. De discussie over de geloofwaardigheid van Akio leidt op, waarbij Angela de vele gaten in zijn verhaal vergelijkt met Zwitserse kaas. Manuel benadrukt de tegenstrijdigheden in Akio's verhaal, waarmee hij suggereert dat Eus mogelijk een verwarrend verhaal heeft verteld aan Van der Gijp. Het lijkt erop dat het verhaal rondom Matthijs van Nieuwkerk, Eusaquio en de vermeende wraakgroep nog lang niet tot rust komt, en de geloofwaardigheid van betrokkenen blijft een heikel punt in deze complexe kwestie.